OS Kuruni, die vorig jaar is opgeleverd en in november 2023 van start is gegaan met het verzorgen van onderwijs aan kinderen van het dorp, kampt met enkele problemen. De school telt 35 kinderen die voor vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd zijn aan het onderwijssysteem van het land. Leerkracht Melissa Sabayo op OS Kuruni vertelt dat vooral de kleuters het moeilijk is om zonder materiaal les te geven. We hebben heel weinig aan materiaal en vooral bij de kleuterafdeling. De kleuters, ze willen eerst wat zien voordat ze het begrijpen. En we hebben geen enkel beeldmateriaal, zoals praatplaten. We hebben geen prikmatten, prikpennen, kleurpotloden. En dat alles. We blijven dan achter. En die kinderen, ze zijn zo enthousiast. Ze willen heel wat leren. Dus we doen onze best. OS Kuruni heeft leerlingen van leerjaar 1 tot leerjaar 6. Sabayo zegt dat de kinderen enthousiast zijn en dat ze hun best doen. Echter vormt de taal nog een barrière voor hen. Leerkracht Sila Ronijojo zegt dat de kinderen, ondanks ze geen Nederlands kunnen spreken, toch bij elke les flink meedoen. Ik heb geen plaatje, ik heb geen beeld voor me. Kunnen die kinderen dan niet zien en ik kan ze dan niet uitleggen. Want dan gaan ze me ook niet begrijpen. Al ga ik wat vertellen aan ze, gaan ze me helemaal niet begrijpen. Dus ik wil graag hebben van dat ik dan graag van die praatplaatjes kan krijgen. Die thema's boeken en dan weten hoe ik dan verder moet werken met die leerlingen. Want die leerlingen, die kinderen van je, ze zijn wel enthousiast. Ze doen flink mee. Ondanks ze geen Nederlands praten, ze kijken door mijn bewegingen, dan zie je dat ze me wel begrepen. Dus ze willen ook. Die leerlingen van Kuruni zijn wel leergierig. Ze doen flink mee. En dat vind ik heel erg goed. Zodoende zie ik van ja, dat ik die kinderen wel moet helpen wat onderwijs betreft. En daarom wil ik graag van dat de mensen van Minof toch wat werk van kan maken om dan materiaal voor de leerlingen van Kuruni te sturen. We hebben ze hard nodig. Omdat de school nieuw is, zijn er nog geen leerkrachtenwoningen beschikbaar. Momenteel vinden de twee leerkrachten van de school hun verblijf in het kantoor van de luchtvaartdienst. De leerkrachten Sabayo en Ronijojo hebben er vertrouwen in dat dit vraagstuk opgelost wordt.